We hebben trouwens, we hebben het helemaal niet verteld, we hebben net nadat we terugkwamen van de crematie ding. Zijn we daar al over verteld? Nee, hebben we niet over verteld. Nee. Wanneer dan? De crematie ding hebben we al over verteld. Nee, daarna heb ik pas 3 seconden gefilmd en dan was ze in de hal. Nou, de crematie, wij dachten van, nou, wat zullen we daar gaan zien? Want iedereen zei allemaal van, oh, dit is echt een cultuurshock en oh, ik kwam het echt niet aan en het was verschrikkelijk en ik ben weggegaan. Wow, zo'n lomp en onmenselijk en bla. Dus wij dachten, nou ja, we zullen zelf maar eens gaan kijken. Wij zaten daar en dachten, nee. Moet je je voorstellen, we zaten in onze Punjabis, zaten we in de regen, echt barstende regen, nog erger regen dan dat het in Nederland ooit regent. Zaten we gewoon boven op een dakje, op een toren op de derde verdieping van een raar gebouw. En dan zo onder ons gebeurden al die crematies. Dus op een gegeven moment ging ook de rook van het vuur in onze ogen samen met de regen. Waardoor één grote mengelmoes van tranen en regen en rust. Tranen door de rook. Kalmte en vrede gewoon. En het was zo heerlijk. Die lijken zijn allemaal gewoon heel erg mooi ingepakt. En het is heel vredig en helemaal niet aankliggen. Ja, natuurlijk moeten ze af en toe het lichaam een beetje inpompen, anders brandt het niet. Maar Het was gewoon helemaal niet akelig of zo. En ik had ook echt niet zoiets van, wow, cultuurshock. Nee. Absoluut niet. Het is heel mooi. En ik vond het ontmoeten van onze groep vond ik meer een cultuurshock dan dit. Dus dat was niet echt een cultuurshock. Nee, het is echt gewoon. Ja, ik zou het niet erg vinden als ik zo de dood zou vinden. En na zijn drijfnat teruggegaan naar het hotel. En drijfnat doen we ook echt drijfnat. Ik bedoel, je kent wel dat je wel eens in de regen fietst en dan zegt, oh, ik ben toch op mijn onderbroek nat. Maar dit was zeg maar tot in je bilspleet nat. Zo. Het was zo, je onderbroek was al volledig uitknijpbaar aan nat. Wat brengt dit dan? Wat mooi. Het was alle wel. Trappen naast de gang is waar je kon echt water. Zo, ik denk 80% van de regen die we die dag ontvangen hebben, was al zo te veel om nog op ons te blijven plakken. Of ja. In ons te gaan, of in onze kleren te gaan. Dus we konden gewoon niet natter. En toen zijn we nog gaan zwemmen in het zwembad in de barstende regen. En heerlijk. Dat was het wel. Is wel heerlijk. We gaan nu lekker slapen. We moeten morgen naar Nepal. Wat een verplichting, joh. Oh, ik voel me zo kut, en jij? Ja, echt hè, dat we gewoon naar Nepal moeten. 9 dagen lang. Oh, moeten we daar dan? Moeten we andere dingen kopen ofzo? Daar snap ik toch niks van. Oh, nog meer kopen. Past echt niet met een nog meer mooie ervaringen opdoen en andere mensen leren kennen. Waarom zou je het willen? Ja, waarom? Oh, wil je trouwens deze 2 mooie slogans niet besparen? Burning is learning, cremation is education. Met deze woorden sluit ik deze mooie dag af. Dit hotel hebben we 2 nachten overnacht. Het was een prima hotel op het feit nadat ze 50 euro van mij gestolen hebben. Maar goed, daar gaan ze vanmiddag nog heel goed naar zoeken. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat doen. Maar als ze het accident ineens weer vinden, dan zou ik daar al heel blij om zijn. Kan me ook eigenlijk niks meer schelen. En we willen even natuurlijk op de camera. Ze wisten dat we zouden komen. Saro. Wow. Ons hotel in Varanasi. Sorry. Je mag in beeld lopen. Dankjewel. Update voor vandaag. Ik ben Asie. En we zitten in de bus naar Nepal. Ja. Ik heb nog maar de helft verteld. In augustus pompt Venus liefdeshormonen door je aderen. Oh. Dus ja, waarschijnlijk dat wel. Nee, je neemt de vaste verkeer niet serieus. Niet zo serieus? Oh. Nou. Ik zal me even bellen als ik jou was. Ja, er is hier geen... Ik heb hier geen bereik.
welkom in Nepal. Daar staat het. Daar zijn we dus niet meer. Welkom to Nepal. Dit is Nepal. Daar gaan we allemaal naartoe. Dus dit is Saar in Nepal. Ja, verschil hè. Oh. Dus Rob in Nepal. Stempel. Hij is officieel binnenlaten. Ging sneller dan bij de ambassade. Ja. Ze hebben zelfs Rob toegelaten in Nepal, dus dan kan iedereen het. Nou, kijk, Jan is ook toegelaten in Nepal. Kijk hoe gelukkig hij is. Nou, hij is niet zo gelukkig, want hij heeft nog steeds een beetje last van zijn buik, volgens mij. Monique is ook toegelaten in Nepal. Ik ben er ook. Ja, zet op de hond. Je hebt er een man hier gehaald. En nou loopt hij te missen. Waar loopt hij heen? Allee. Oh, geen idee. Nou, we zijn Roel kwijt, maar hij is wel toegelaten in Nepal. Dus als Caro is toegelaten in Nepal. Caro is ook toegelaten in Nepal. Knappe meneer achter ons is ook toegelaten in Nepal, maar volgens mij woont hij er wel. Wat een vreugde hier. Echt geweldig, we zijn allemaal toegelaten in Nepal. Yay! En de meneer, de mooie meneer bij de hek, was ook toegelaten in Nepal, de vriendelijke meneer. Ik heb namelijk al veel meer mooie mannen gezien dan in de hele week in India. Ja. Dus het gaat hier leuk worden. Ja, maar goed, als er maar twee in India waren, is de derde niet zo heel moeilijk in Nepal. Misschien hebben we net nu alle mooiste gehad al. Die zetten ze gewoon daar neer als goede reclame voor Nepal. Oh ja, je weet het niet. Maar goed, Saar in Nepal, doen we even een rondje. Kijk, dit is Nepal. Prachtig, toch? En ze hebben hier spiderwebs. Het is gewoon Engeland, joh. Met vogels erop. Lekker kneus. Denken we. En op hoop van zegen dat we niet doodgaan of bekneld raken tussen zes mensen. Ik mag op het dak. Mag ik ook op het dak? Nee, ik ben een vrouw, hè. Oh, ja, mannen. Cultuur snap je nog niet, hè? Ja. Begrijpen we het ook steeds meer en dan moet volgens mij nog wel wat bij. Ja, dat valt mee. We zullen zien hoe het gaat. En er zit een dikke vervelende man in de bus, maar ja, goed, hè. Hij vindt het heel grappig. Always talking my camera. Okay. We zitten in de bus. Met zoveel. Oh shit, jongen. Gezellig. Ik zit op een ton in het midden. Pas prima. Caro, een leuk meisje. Your new friend. Ja. Yeah. Mijn grote, grote vriend. Niet te gek. Ja, neemt de halve bus in beslag, ja goed. Doen sommige mensen niet helemaal. Ja, we zitten nu dus in een Nepalse gebergte rond de rij. Hoog en veel. Het is een beetje eng. Als we dicht bij de rand gaan rijden, vallen we er bijna vanaf. Maar dat maakt niet uit. Want het is gezellig in de bus en we gaan maar een liedje zingen zo.